buiten stormt het, regent het, binnen zitten we lekker met de gitaar. De vierde gitaarles voor beginners. We gaan het hebben over vooral de E, A en D snaar. Weet jullie nog het rijmpje? Een aap die graag bananen eet. En we beginnen met de eerste oefening. Wisselslag op de lage snaren. Daar gaat hij. 1, 2, 3, 4. Oké, okay. Zoals jullie zien zijn er kwartnoten, een halve noot, achtste noten en een hele noot. Ja, een kwartnoot was zo'n bolletje met een stokje. Een achtste noot zat er ook nog een lijntje bovenaan. Hè? Zoals op de derde maat, die vier D's. Ja? En dan heb ik op het laatst, tussen maat 3 en 4, een hele sprong. Dan heb je die twee A's. A, A, G. En begin is dat een beetje moeilijk om te coördineren met je vingers deze sprong maakt. Ja, van de A naar de G-snaar. Even extra oefenen. Komt-ie. Ik tel erbij. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ik dempte hem weer af op het laatst. Even met de notennamen erbij. D, D, A, A. Oké, okay. Bij de tweede oefening komt de linkerhand er weer bij kijken. Je blijft vrij rechtop zitten. Veel mensen willen natuurlijk zien of de vinger goed staat. Maar dan moet je zo'n klein beetje vanuit de hoogte doen. Want als je de hele tijd zo gaat zitten, dan krijg je kramp in je nek. Ja, dus je kijkt het zo'n beetje vanuit de hoogte. Als je het echt heel moeilijk vindt, kun je ook een spiegel neerzetten, zodat je vingers zo recht ziet. Ja? Oké, okay, goed. Die E zetten we neer, want dit is een E, hè? Dit is de D. En dan een toon hoger, net als op de G-snaar, is het op, de tweede, op het tweede vakje. Ja? Dus dan heb je de E hier. Oké, okay. Dit is de E. En dan een halve toon hoger, weten jullie nog, tussen de E en de F zit een halve toon. Dus ik heb E, F. Hé, ik had toch al een E en een F. Dat was hier. Ja, dat is de hoge E en F. En dit is de middelste E en F. Later krijgen we deze E en F ook nog. E, F. Maar voorlopig even deze. Ja, dus ik heb B, E, F. Oefen dat eerst even een tijdje. Je kunt er ook bij zingen. E. D, F, F, D, F, D. Oké, oefening 2. Dus, de D staat onder de notenbalken. He, weten jullie nog? Je had de G-sleutel en dan de G. Eén lijntje naar beneden, F, dan op het lijntje de E en onder het lijntje de D. Goed, de D. D, E, D, E, F, E, G, F, E, D, F, E, D. Ja? Oké. Okay. Ik zing er even niet bij. 1, 2, 3, 4. Ik heb er weer de vingers bij gezet in de eerste twee maten. 2 en 3.
Ja. Verder heb ik ook I en M erbij gezet van de index en medullaar bij de tweede en de derde maat, omdat je dan logisch van de ene snaar naar de andere gaat en dan is het makkelijker om met wijsvinger en dan middelvinger naar de hogere snaar te gaan dan andersom. En dus je moet het meestal zo uitzoeken dat je met je wijsvinger en dan de middelvinger doet. Goed, oefening 3. Er komen weer staccato noten. Weten jullie nog wat dat was? Staccato is als er een puntje onder staat en dan zijn ze kort. Dus op het laatst was het. En dan zet je je vinger eerder neer. Goed. Verder kwam er weer zo'n losse achtste met een vlaggetje in voor. En een kwartnoot met een puntje. Dan heb je keer 10 bij maat 2 en 3. Heb ik dus F, E, D. Ja? Je kunt denken Amsterdam of Rotterdam. Rotterdam. F, E, D. Goed, hele stukje. 1, 2, 3, 4. Een kwartrust. Het is niet alleen belangrijk wanneer een noot begint, maar ook wanneer die ophoudt. Dus op het laatst heb ik die drie tellen. 1, 2, 3. En als je 4 zou gaan spelen, demp je hem af. Je kunt het afdempen zo met de hele hand doen. Dan klinkt er echt niks meer mee. Of 1, 2, 3. Met je wijsvinger. Bij sommige snaren klinken dan ook nog andere snaren mee. Dus dan is het eigenlijk meestal verstandig om af te nemen met je hele vlakke hand. En dan niet zo natuurlijk. Want dan krijg je een soort trommeltje. Hè? Dan krijg je percussie. Goed. Oefening 4. Weer even herinneren aan de G-snaar. Hè? We hadden hier de G, losse G. En dan de A was hier. Dat is dus, dat werkt hetzelfde als met de E. Goed. Ik zie in maat 1 en 2 een wat cijfertjes bij. Dus weer de vinger 2 en vinger 3. Vinger A, A en vinger op de F. Als ik heb G, A, G, G, F, G, dan is die G natuurlijk een belangrijke noot. Die komt iedere keer terug. En dan heb ik naar boven de A. Dat heet een bovenwisseltoon. En als ik dan in de tweede maat naar de F ga, dan noem ik dat een onderwisseltoon. Tussen twee G's in. 1, 2, 3, 4. Oké, soms zie je mijn vinger een beetje bewegen. Dat heet vibrato. Dat is in het begin heel moeilijk. Komt later, dan maak je de toon wat zangeriger. Zie je? Dat kan natuurlijk alleen als je vingers gebruikt. Nog een keer. 1, 2, 3, 4. G, A, G, G, F, G, D, 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 F, D. Nog een keer. 1, 2, 3, 4. G, A, G, G, F, G, D, 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 D. Dan zijn we bij oefening 5 aangeland. 1, 2, 3, 4. Ja.
ietsje langzamer een keer. Deze is best lastig. 1, 2, 3, 4. Oefening 6. 1, 2, 3, 4. Bij oefening 4, daar gebruik ik op de ene laatste maat, de vierde maat, een eerste vinger voor de E. Dat komt omdat ik hier de A had, dan is het makkelijker om een E met de eerste vinger te doen. En soms is het ook mooi als die twee door elkaar klinken. Kijk, ik laat die A staan, en dan komt de E, en dan klinkt die er doorheen. In dit geval is het mooi. Soms is dat niet mooi. Dus 1, ik zal het nog eens een keer spelen. 1, 2, 3, 4. Oké, bij de volgende oefening 7 zien we een 3 en een 4 boven elkaar staan en niet een 4 en een 4. Dat wil zeggen dat het 3 kwart maat is. Dan zitten er 3 kwarten in 1 maat. Ja? En de eerste noot, die A, die lage A, een halve noot met een punt, is dan ook 3 tellen. En dan komt er niet iets meer bij nog voor die maat. Dus ik tel 1, 2, 3. Nog iets nieuws. Jullie zien daar staan die dubbele streep op het laatst, na de vierde maat. En die puntjes. En aan het begin ook puntjes. Dat wil zeggen dat je die maten herhaalt. Dus je doet de eerste 4 maten en dan nog eens een keer de 4 maten. Ja? 1, 2, 3. Oefening 8. 1, 2, 3, 4. Oefening 9 is best bijzonder. Daar staat een 5 kwarts maat. Dus dan heb ik 5 kwart noten in 1 maat. Ja? Ik zal hem langzaam spelen. 1, 2, 3, 4, 5. Vooral na een lange noot, zoals in maat 1 en 3, hebben veel beginners de neiging om iets te snel te komen met de volgende.
Ja, je moet echt heel nauwkeurig tellen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oké. Oefening 10. Daar zijn we bij de E-snaar aanbeland. Die speel ik met de duim. Ja? Oké, je kunt ook met de duim doorvallend spelen. Of niet doorvallend. Ik speel hem nu even doorvallend. Een beetje een Spaans melodietje. Zal je zien. Of horen, liever gezegd. Komt-ie. 1, 2, 3, 4. 2. Goed, laatste oefeningetje doe ik power chords. Iets wat heel veel in rockmuziek voorkomt. Het zijn twee noten tegelijk. Dat doe ik zo met mijn duim. Die twee tegelijk. Maar eigenlijk bijna tegelijk. 1. En daar staat weer zo'n dakje boven. Ja, een hekje. Dat wil zeggen dat ik hem naar beneden doe en naar boven. 1, 2, 3, 4. Oké, en in maat 4 van deze oefening zagen jullie weer zo'n tango ritme. Ta-da-ti-dam, kort lang, kort ta-di-dam. Nog een keer het hele stukje. Oh ja, ik doe weer van de eerste, ik gebruik de tweede vinger op de E weer. En dan kom ik zo, dan heb ik eigenlijk bijna een akkoord staan, zie je? Maar dit, dat komt de volgende les. Gaat-ie. 1, 2, 3, 4. Dit was het dan voor deze les. Ik hoop jullie bij de volgende les weer te zien. Dan gaan we het hebben over tokkelen. Ja, en wat meer gaan we in akkoorden denken. Tot dan!